Welkom bij het basiswebinar over monitoring en evaluatie. Fijn dat jullie er zijn. We zijn met een grote groep van deelnemers van diverse organisaties, zoals GGD, gemeente, ROS en vanuit het sociaal domein en vanuit welzijnsorganisaties. En vanuit diverse programma's, zoals het programma Kansrijke Start en het programma Gezond in de Stad. Mijn naam is Danielle van Elst. Ik ben adviseur bij Kansrijke Start. En samen met mijn collega's Anneke Hiemstra van Gezond in en Lydia Sterrenberg van Platform 31 verzorgen we dit webinar. En voor de mensen die nog niet bekend zijn met Kansrijke Start of Gezond in, zullen we ook even kort toelichten wat deze programma's inhouden. Dat zal ik voor Kansrijke Start doen en Anneke zo direct voor Gezond in. Het doel van het actieprogramma Kansrijke Start is meer kinderen een kansrijke start te bieden. En dit programma richt zich op de eerste 1000 dagen. En dit gaat om de periode vlak voor de zwangerschap tot en met ongeveer de leeftijd van 2 jaar. En richt zich eigenlijk ook op het versterken van de samenwerking tussen de verschillende domeinen en ook met de mensen om wie het gaat. En VAROS ondersteunt daar ook bij het bouwen van lokale coalities. In dit webinar gaan we het hebben over monitoring en evaluatie. En delen we basiskennis met jullie. En hopen we jullie handvaten te geven en inspiratie te bieden om aan de slag te gaan met monitoring en evaluatie. En voor degenen die in de praktijk al wat langer aan de slag zijn en met M&E of al een aanpak M&E hebben, is dit een mooi moment om op te frissen en wellicht ook te herijken. Want in de loop van de tijd kunnen er natuurlijk ook dingen veranderen. En dan even speciaal voor de deelnemers vanuit Kansrijke Start. Een aantal van jullie is betrokken bij of kent een lokale lerende monitor Kansrijke Start van het RIVM. En binnen dit traject wordt onder andere een lokale indicatorenset voor het monitoren van Kansrijke Start ontwikkeld. En zij organiseren een aantal themasessies waarin verschillende onderwerpen rond het lokaal monitoren van Kansrijke Start verder worden uitgewerkt. Binnenkort is daar ook een themasessie waarin dus het monitoren van de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein centraal staat. Hier zijn we vanuit VAROS ook bij betrokken. En voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn, zal ik zo een link in de chat delen waarin je wat meer informatie vindt en waarin je eventueel ook kunt aanmelden. Het programma vanochtend bestaat uit een plenair deel waarin we graag iets horen over jullie ervaringen met M&E. En Lydia neemt jullie mee in stappen om van opties tot planmonitoring te komen. Vervolgens gaan we met elkaar in kleinere groepen de eerste stappen daarvoor uitwisselen. En rond de klok van 11:30 sluiten we dit webinar af. Als je vragen hebt, dan graag de chat gebruiken. We houden deze in de gaten en proberen ook gedurende het webinar deze te beantwoorden. En als we daar niet aan toe komen, dan komen we daar na het webinar op terug. We vervolgen het programma nu met een korte poll. En hiervoor wil ik jou graag het woord geven, Anneke. Ja, dankjewel, Danielle. Ik hoorde bij een van de deelnemers dat het geluid erg hokkerig is. Ik hoop niet dat dat bij iedereen het geval is. Maar meld het anders even in de chat. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Welkom allemaal, mijn naam is Anneke Hiemstra. Ik ben ook al kort aangekondigd door Danielle, mijn collega. Ik werk met name als adviseur binnen het programma Gezond In. Dat is een programma dat sinds 2014 al bestaat. Het is ondersteunend aan gemeenten die aan de slag zijn met een duurzame aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen. Wij ondersteunen dan sinds 2014 deze gemeenten al. Dat zijn er zo rond 150 in Nederland. En wij doen het op verschillende manieren. Met name een integrale aanpak om die gezondheidsverschillen te verkleinen. Dus niet alleen op leeftijd gericht, maar ook op armoede, schulden, omgeving en gezondheid.
Maar er komen ook vraagstukken naar voren van hoe monitor ik en evalueer ik nou deze complexe aanpak? Het vraagt om een lange adem, ja, en hoe volg je dat dan goed en hoe ben je die opbrengst nou goed naar nou, dus ook vanuit dit programma krijgen we veel vragen rondom monitoring en evaluatie. Daar wil ik ook beginnen met een poll aan iemand. En mijn eerste vraag is, vindt M&A leuk? Want ik hoor verschillende verhalen vanuit betrokkenen. En jullie mogen deze vraag beantwoorden. En ben je in je werkpraktijk al bezig met het volgen en motiveren van een aanpak? Nou, ik zie dat ongeveer, het verschilt een beetje. 80% wel M&A wel leuk vindt, dat is mooi. Sowieso kun je dit natuurlijk op heel veel verschillende manieren aan de slag met monitoring en evaluatie. Dus dat verschilt heel erg. En 21% vindt het toch niet leuk. Dat is ook interessant. Misschien kunnen we daar straks, als we reacties krijgen, nog eventjes... kan iemand in de breakout rooms of aan ons nog even aangeven van hoe die daar toch mee aan de slag gaat. En ik zie dat het een beetje 50-50 is. Dus wie in de werkpraktijk al... bezig is met het volgen en evalueren van een aanpak. 47% zegt ja, ongeveer 53% zegt nee. Dus dat is interessant. Sowieso ook, zei Danielle, het kan ook als opfrisser zijn, deze webinar. Maar het kan zeker ook een goede start zijn om aan de slag te gaan. Dus de poll mag geëindigd worden. Dan krijgen we even heel snel een indruk. En inderdaad, iemand geeft in de chat al aan van leuk versus nuttig. Nou, nuttig is zeer zeker, maar daar komen we straks nog op terug. Ik wil ook eventjes nog even toelichting geven. Voor die tijd bij het opgeven van deze webinar hebben mensen hun vraagstukken rondom monitoring en evaluatie kunnen toelichten. En het viel inderdaad op dat heel veel mensen vraagstukken hebben rondom het impact en effecten zichtbaar maken van je aanpak van gezondheidsverschillen. Rondom een coalitie kan zeggen start of een onlangs gesloten preventieakkoord of überhaupt in een gidsaanpak. Maar ook rondom proces. Hè? Hoe volg je of je samenwerking ook effectief is? En daarnaast zag ik ook verschillende vragen op verschillende niveaus die worden gesteld. Bijvoorbeeld op het niveau van de aanpak in de wijk, dus echt op het niveau van de interventie, heel klein, en de activiteit. Maar ook op het niveau van de gemeente. En het wijkniveau als geheel. En die aanpak van monitoring evaluatie verschilt natuurlijk per niveau. Dus dat vragen we terug. En om even een begin te maken, wil ik de vraag stellen aan jullie. En even neem het woord als je daar antwoord op wilt geven. Wil iemand iets vertellen over hoe je nu bezig bent met monitoring evaluatie? En wat jouw zoektocht is, of jullie zoektocht? Als er iemand is die daar iets over wil zeggen, dan geef ik die graag het woord. Geertje, uit Helmond. Ja, hoi. Ben ik te verstaan op deze manier? Ja. Ja, Geertje de Kok, programmamanager gezondheid bij de gemeente Helmond. Ik was, moet ik wel eerlijk bekennen, een van die 20% die zei, nou, monitoring en evaluatie is niet per se mijn favoriete onderwerp. Maar ik erken wel, ook vanuit mijn rol als programmamanager, dat die rol wel... of dat onderwerp steeds belangrijker wordt. Daar we aan de voorkant nog heel erg in Helmond hebben gedacht van ja, wat is onze aanpak en wat vinden we belangrijk? En we zijn veel meer opgeschoven van preventie naar eigenlijk het hart van het sociale domein. Dus de link met de armoede, de link met laaggeletterdheid, dat soort dingen. En dat is op zich natuurlijk heel goed, die aanpak. Maar de vraag die elke keer weer boven komt drijven is van ja, maar hoe ga je dat meten? En hoe gaan we dat, hoe weten we dat? En ik moet ook eerlijk zeggen dat wij daar op dit moment heel druk mee zijn. Maar nog niet het totaalplaatje helemaal in beeld hebben. Hoe we dat dan gaan monitoren en met wie. We hebben vanuit onze eigen afdeling data en intelligence... een soort dashboard gemaakt voor de hele brede welvaart. En er zit eigenlijk ook echt enorm veel in op het gebied van gezondheid en monitoring. Maar daar ja, lijkt wel alsof we heel veel dingen naast elkaar optuigen en die moeten als een puzzel in elkaar vallen. En dat
daar zit wel wat ons betreft nu een enorme uitdaging. Kijk, je hebt data op wijkniveau, data op stadsniveau. Maar de GGD heeft data. We hebben zelf heel veel data. En hoe past dat nou allemaal in elkaar? En het lijkt nu een klein beetje een soort van spaghetti die we proberen te ontrafelen. En daar zijn wij zeker nog niet klaar mee. Dus onze ervaring is, ja, het wordt steeds belangrijker. En tegelijkertijd ook steeds moeilijker. Maar ik denk wel, als we eenmaal over die hobbel heen zijn. En we hebben een dashboard waarin we heel veel bijhouden. En je hebt die lijntjes met partners die ook allerlei data, relevante data in huis hebben. Ja, dan kun je in ieder geval aan iets bouwen. En op die manier wordt het dan steeds duidelijker. Hoop ik, maar dat denk ik ook. Ja mooi Geertje. En natuurlijk is ook het vraagstuk van of je inderdaad ook de data verzamelt over de mensen waar het om gaat. Hè? Niet alle mensen die kunnen die vraaglijst invullen of die hebben hem ingevuld. Dus dat is natuurlijk ook een aandachtspunt. Ja. Nou, mooi, dankjewel Geertje. Ik zag nog andere handen van Henrike, Sanne en Danielle. Diana bedoel ik. Ik weet niet wie het eerste was, maar Sanne, misschien kan ik jou het woord geven. En dan naar Henrike. Ja. Mijn naam is Sanne van Lieshout. Ik werk als adviseur publieke gezondheid bij de GGD Kennemerland. Ik zie mezelf nu niet, maar jullie mij wel, denk ik inmiddels? Ja, we zien je. Oké. Nou, vanuit de GGD ben ik vooral betrokken bij Haarlem-Zandvoort. Daar hebben we nu een wijkgericht preventieakkoord opgesteld. Trekker daarvan is onze jogregisseur Marije, die doet nu ook mee. En op een gegeven moment kwam natuurlijk daar ook de vraag, hoe kunnen we dit monitoren en evalueren? Dus we hebben met z'n vieren eigenlijk gezeten, dus de jogregisseur, ik, nog een epidemioloog of een collega van mij van de GGD en de beleidsmedewerker gezondheid. En eigenlijk, ja, geformuleerd dat de vragen eigenlijk zijn, hè, wat doen de interventies die we in het kader van het preventieakkoord uitvoeren voor de mensen? Bereiken we ook de juiste mensen? Dat hoorde ik natuurlijk net ook. Eigenlijk ook gezegd, hè, het doel is dat we willen graag echt effectief zijn. We willen graag kunnen bijsturen als dat nodig is. En we willen ook hiervan graag leren voor de andere wijken. Dus we zijn eigenlijk nog een beetje aan de start, maar in ieder geval wel wat bedacht van wat is er al aan data. Welke monitors bijvoorbeeld, hè, gezondheidsmonitor jeugd, kinderen, volwassenen. Degene die nu al wat interventies doen, hè, wat doen die al aan terugkoppeling naar de gemeente qua verantwoording? Wat heb je daar al aan data? En dan is eigenlijk de volgende stap om na te gaan, wat missen we nog? Dus we staan nog aan de start, maar dit is in ieder geval waar we nu staan. Ja, mooi. Dankjewel, Sanne. Ik vind het in ieder geval sowieso wel mooi om te horen dat je ook met z'n allen om tafel gaat. Om te kijken, waar staan we nu en wat hebben we al? En wat willen we uiteindelijk dat die monitoring en evaluatie oplevert? En dat je ook kijkt naar, hebben we inderdaad de data van de mensen waar het om gaat? Hè? De juiste mensen, bereiken we daarin ook de juiste mensen? Ja. Nou, dat zal niet de makkelijkste vraag zijn om te beantwoorden. Maar... Nee, precies. Dank je wel. Ja. Henrike nog. Henrike, volgens mij horen we jou niet. Kan dat kloppen? Nog steeds niet. Je geluid staat wel, stond wel aan. Ja, dat is inderdaad interessant. Hebben meer mensen dat probleem? Ik hem zo doe? Ja. Perfect. Dan ligt het aan mijn oortjes. Ja. Ik heb straks mijn oortjes alweer in als ik moet luisteren. Henrike Nijman, ik werk voor de welzijnsorganisatie Avedan in Almelo. Ik ben projectleider voor Kansrijke Start. Om even aan te sluiten op het samenwerken, ben ik veel bezig met kennispunt Twente. Om dus inderdaad de gegevens die er zijn te bundelen. Maar waar onze worsteling echt zit, is van meet je wat je meten wilt. Voor Kansrijke Start kregen we een aantal landelijke criteria. Onder andere bijvoorbeeld het aantal ondertoezichtstellingen, het aantal vroeggeboorten. Dat zouden dan de resultaten moeten zijn van Kansrijke Start. Maar als ik nu kijk waar wij in ons project mee bezig zijn en waar we de resultaten boeken, dan zit dat
is dat niet in die cijfers terug te zien, maar veel meer in hoe zitten zwangeren in hun vel? Hoe kan je bij kwetsbare zwangeren een crisis voorkomen? Hoe kan je op alle leefgebieden zwangeren voorbereiden op de komst van het kindje? En daarbij zoveel mogelijk geïndiceerde hulp, onnodige geïndiceerde hulp voorkomen. En zeker op dat welbevinden maken we echt hele mooie stappen. Van jullie collega van Faros leerde ik van, ja, het is tellen en vertellen. Dus je kan niet alles tellen. Nou, met dat vertellen hebben we afgelopen jaar mooie stappen gemaakt door casuïstieken te beschrijven en dan dus ook te beschrijven welke effecten we zien bij de jonge gezinnen. Maar in dat tellen, ja, daar loop ik echt hopeloos in vast, omdat je gewoon soms hele onbetrouwbare cijfers aan het tellen bent. Mm-hmm. Dat dus ook sommige mensen zeggen van, ja, cijfers uit Perinet zijn zo betrouwbaar als de mensen die ze vullen. Cijfers waar Kennispunt Twente dus de beschikking over heeft. Ga je bij alles de bron verifiëren of ga je ervan uit dat het klopt? Ja. En deels moet je er natuurlijk gewoon vanuit gaan dat het klopt. Maar van sommige cijfers zijn mensen het daar openlijk over oneens. Ja. En dat vind ik zo ontzettend lastig. Dat ik denk van ja, ik ben daar niet voldoende in thuis om dat met mensen in te kunnen schatten. Dus nee. Vandaar mijn belangstelling voor monitor en evaluatie. Maar nee. Dat is dus ook wel de worsteling die ik mee heb. Ja, nou heel helder verhaal ook. En ook interessant, maar daar komen we later nog op terug van wie heeft die cijfers nodig. Maar daar komen we straks op terug. Ja. Dankjewel, Henrike. Dianne, als laatste kan ik jou ook het woord geven? Yes. Nou, ik ben Dianne Slingeland. Ik werk als adviseur jeugd voor gemeente Delft. En ben projectleider Kansrijke Start. Ik sluit me sowieso aan bij wat Henrike ook net aangaf. Hè, over wat wil je meten en wat zegt dat dan eigenlijk? We hebben in Delft hebben we eigenlijk onderscheid gemaakt tussen drie dingen. We hebben gezegd, je hebt zeg maar je perinatale cijfers en je harde data over je kinderbeschermingsmaatregelen, et cetera, et cetera. Dat is goed om te monitoren, maar dat zegt niet altijd wat over de impact van je coalitie Kansrijke Start en de inzet die je vanuit Kansrijke Start doet. Goed om te monitoren, maar het is van veel meer factoren afhankelijk. Hè? Bijvoorbeeld, wij zien al jaren een daling van de ondertoezichtstellingen, maar dat zegt niks over wat je vanuit Kansrijke Start doet. Daarnaast monitoren we de interventies die we doen vanuit Kansrijke Start. Want dat kan je op interventieniveau kan je wel kijken. Van hey, welke mensen bereik je? Wat bereik je? Welke resultaten zie je? Of wat is de ervaring van de cliënten die je daarin begeleid hebt? En als derde monitoren we eigenlijk de samenwerking. Hè? Hoe ervaren de mensen vanuit het medische en het sociale domein de samenwerking? En waar komen we vandaan? En waar gaan we eigenlijk naartoe? Hoe ervaart iedereen de hopelijk vooruitgang, zeg maar? Dus op die manier kijken we ernaar, want ik ben het wel echt helemaal met Henrike eens dat die cijfers zeggen gewoon onvoldoende over de impact die Kansrijke Start heeft. Nog los van dat ik helemaal geloof in waar we vanuit Kansrijke Start aan werken, maar dat is veel meer aan de softe kant, zeg maar, dan dat het echt in die harde data uit te drukken is. Dus het vraagt inderdaad creativiteit in hoe maak je dat zichtbaar. Ja, ja. En je schetst terecht een heel mooi spanningsveld. De dataverzameling meer op collectief niveau, gemeentelijk, wijkniveau soms. Maar en de dataverzameling in je aanpak zelf. Dat is het spanningsveld dat je vaak hebt. Ja, en een heel concreet voorbeeld is, we zien een enorme daling vroeg geboorte, laag geboortegewicht afgelopen jaar. Kan je zeggen, ja, we zijn gewoon eind 2019 begonnen met Kansrijke Start. Terwijl we eigenlijk nu uit onderzoek weten, het ligt aan corona. Door corona, minder stress in de gezinnen, dus een daling van je vroeg geboorte en laag geboortegewicht. Weet je, dat is wat data doet. En hoe divers de oorzaken daarvan zijn. Ja, en daarom is duiding ook super belangrijk, de contextinformatie. En dan weet je nog niet alle antwoorden. Maar ja. Dankjewel, Dianne. Helder verhaal. Ik denk dat we zo ongeveer van naar een afronding gaan van deze kennismaking, welke vraagstukken er leven in jullie gemeente. En het woord geef aan Lydia Sterrenberg, als er verder geen vragen meer zijn. Zij gaat jullie meenemen in het eerste stappen van monitoring en evaluatie, het proces. Lydia, kun jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben te horen nu, hè?
Namens Livia Sternberg. Ik werk bij Platform 31. Dat is een kennis- en netwerkorganisatie in Den Haag. Die nauw samenwerkt met Faros in het Gezond In-programma. En wij zijn onder meer betrokken bij advisering over monitoring en evaluatie. En vanuit die ervaring ga ik iets vertellen over monitoren. Vicky, zou jij de sheets willen delen? De eerste sheet. Yes. Wat ik ga doen is een korte introductie, zo ongeveer 20 minuten zal ik jullie meenemen. Ik begin met 5 tips dadelijk. En dan kom ik op, dus vanuit de ervaring die wij hebben met advisering van gemeenten, dan ga ik jullie meenemen met hoe je vanuit die spaghetti, iemand zei het is een spaghetti, van allerlei dingen die je kan doen. Dat is ook de ervaring die ik heb als ik bij gemeenten kom. Hoe breng je daar enige ordening in? Dat doe ik aan de hand van een aantal vragen. We kijken op een beetje een intuïtieve manier naar hoe je vanuit alle dingen die je kunt doen tot een soort plan van aanpak kan kijken. Dat is het tweede deel. In het derde deel neem ik hier mee een klein stukje theorie. Voor degenen die dat te veel vinden, dan moet je gewoon maar even luisteren en het laten passeren. Maar mensen die meer een achtergrond hebben in monitor en GGD-mensen, voor hen is het denk ik wel relevant. En daarna geven we jullie de gelegenheid om met elkaar ervaringen te delen en aan de hand van een aantal vragen. Dus dat is het plan. Ik begin met de eerste die is nog eventjes, die hebben jullie al gezien langskomen. Die dia met al die personen in het midden die denkt van waar moet ik naartoe? De volgende dia, Vicky. Want wat wij vaak tegenkomen, dat mensen denken door de boom het bos niet meer zien. We krijgen vragen over welke methode moet ik gebruiken of waar moet ik naartoe? Van wie doe ik het? Moet ik verhalen doen? Moet ik effecten meten? Van alles. Dus eigenlijk is dat vaak een verwarrende periode waarmee het begint. Nou, hoe breng je daar nou een beetje orde in de zaken? Mag ik de volgende? Ja, daar ga ik straks op inkomen. Maar ik ga eerst nog even de tips alvast delen met jullie. Dus dan heb je die er voor je in je hoofd als we verder gaan. Eerste tip, doe iets aan monitoren en evalueren. We hebben heel vaak de mensen zeggen van, een gemeente zegt, we hebben heel weinig geld en middelen, maar we doen er maar niks aan. Dat is eigenlijk heel erg zonde. Want je hoeft niet alles te monitoren en evalueren misschien. Maar je kunt met weinig middelen kun je best iets doen. Op een hele eenvoudige manier, met weinig tijdsinvestering. En ons advies is dan altijd, doe dan wel iets. Tweede advies, ook heel erg belangrijk. Maar er zijn meerdere mensen van jullie al mee bezig. Denk vooruit. En als dat kan, doe dat. Dat geldt zeker voor mensen die met kansrijke start bezig zijn. Waar je echt met een partnerprogramma bezig bent. Denk vooruit met partners over dat monitoren en evalueren. Ga eens met elkaar om de tafel en bedenk voor wie doe ik dat monitoren en evalueren. En wat willen we daar eigenlijk mee? En ook vast van wat zeggen. Ja, als je een eerste idee hebt over data die je gaat verzamelen. Wat zeggen die data straks? Ik heb net werd al gezegd van er zijn landelijke data voor kansrijke start. Maar we hebben onze vraagtekens of we daar wel echt mee iets te weten komen over onze aanpak. Vind ik hartstikke goed. Ik zou gewoon zeggen, wees eigenwijs. Neem dat serieus. Want het kan best zijn dat je die data, omdat ze er zijn, nou, dan zijn ze aardig, maar dat je er niet op wil vertrouwen en liever zelf iets anders doet, lokaal. En neem dat heel erg serieus en kijk daarnaar. Kom ik een beetje op het volgende punt al. Volgende tip, kies je indicatoren wel overwogen. Wat ik heel veel hoor en tegenkom, is dat we zeggen, we hebben een monitor hier al en we hebben daar al gegevens, laten we die gebruiken. Maar eigenlijk moet je denken van, en dat is het eerste, wat zeggen die data dan? Dat zijn die data, maar zijn ze voor mij in dit geval, in mijn lokale context, zijn ze echt nuttig of niet? En is er een relatie met het programma zoals ik dat hier lokaal heb
opgezet? Of is dat niet het geval? Is dat niet het geval, dan gebruik ze dan niet. Heel vaak wordt er heel veel data verzameld en ook voor een bijvoorbeeld de gemeenteraad of voor andere partners zijn die data gewoon te veel. Dus je kunt beter een paar data kiezen die heel wel overwogen, dan heel veel data verzamelen en vervolgens denken, mijn god, wat moet ik ermee? En wat zet het niet? Nou, dus bij het kiezen van indicatoren, het verband met de opzet van je programma is heel erg belangrijk. Weet dat, we hebben het net al over niveaus gehad, indicatoren op stadsniveau, dus over gezondheid of voor ontwikkeling van de vroeggeboren, die zeggen soms niet veel. Of als ik kijk naar gezond in, dat als doel heeft om de gezondheidsverschillen te verkleinen tussen mensen met een hoge en lage ses. Nou, als je een programma hebt waarmee je maar een deel van de mensen in de stad bereikt, dan zie je effecten vaak niet terug in de data op stadsniveau. Realiseer je dat? Er is soms een time lag of er is bijvoorbeeld een ondervertegenwoordiging van cijfers over lage 6 in de data. Dus dan hebben je data straks niet zoveel zeggenschap. Wat je dan misschien beter kan doen, is een project volgen en de deelnemers van het project volgen. Dan zie je wel iets over je programma of het goed is. Ook goed om er na te denken, ik heb ook al gehoord, als je nou een hele brede aanpak hebt, ik hoorde iemand al zeggen, wij doen een heleboel verschillende dingen, dan moet je eigenlijk waarschijnlijk ook indicatoren voor verschillende doelen of deelgebieden verzamelen. Of een overkoepelende indicator, als het gaat over outcome. Denk bijvoorbeeld aan het idee van positieve gezondheid, waar je allerlei aspecten van gezondheid kunt meenemen en een breed beeld krijgt. Niet alleen maar puur gezondheid, maar ook bijvoorbeeld armoede, schulden. Daar kun je dus ook aan denken. Kies je ook dan goed. Vierde tip. Cijfers alleen zijn vaak niet genoeg. Dat is al gezegd. Denk ook aan verhalen. Dan gaat het aan de ene kant verhalen over praktijken, verhalen van ervarings... Van mensen die deelnemen aan het programma. Maar verhalen zitten ook in dat je samen met betrokkenen data gaat duiden. Dus ook al net gezegd, wat zegt een data, wat zeggen gegevens? Hè? Als je nu ziet dat meer kinderen gezond lijken op te groeien, of dat er minder problematiek is aan het begin van de zwangerschap, komt dat door de corona of komt dat door iets anders? Je weet het vaak niet als je puur naar de data kijkt, maar kijk met betrokkenen en kijk met bijvoorbeeld professionals die dicht op de praktijk zitten, wat zeggen mijn data? En het laatste, en daar kom ik straks op, je hebt verschillende smaken van monitoren en evalueren. Dat doe je met verschillende doelen. Het kan zijn verantwoorden, het kan zijn leren, er zijn veel voorkomende doelen. Die doelen kunnen soms botsen. En dan is het wel belangrijk om te weten dat verantwoording altijd voorgaat. Dus alles wat je moet doen voor verantwoorden, wat je echt moet doen, dat daarmee begint het. Mag ik de volgende... ik zie dat iemand zegt, ik zou zeggen dat leren altijd voor verantwoord gaat. Maar als je afhankelijk bent van je opdrachtgever en die moet doen, dan wil die opdrachtgever graag verantwoorden. Je kunt hem, en dat zou ik zeker doen, proberen mee te krijgen op de lijn van leren. Maar... Als je niet kunt verantwoorden, terwijl het wel belangrijk is, dan zit je mis. Nou, ik ga zo in op voor wie doe je dat. Want we hebben een aanpak. Hè? Ik zei al, van, het is vaak spaghetti. Mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Wat we eigenlijk doen met onze manier van kijken, is aan kijken voor wie je het doet. En wat die persoon met data van monitoren en evalueren wil doen of moet doen. Dus we beginnen eigenlijk, het is eigenlijk een meer communicatieve benadering. We zien data van monitoren en evalueren als een vorm van communicatie. Als je iemand wil bereiken, dan moet je weten wat hij ermee wil doen. Anders mis je je boodschap zijn doel. Dus we gaan kijken van buiten naar binnen. We hebben een publicatie gemaakt, heet het Vizier. Daar zitten een aantal stappen in. En we gaan vandaag met de eerste... twee, vooral aan de slag. Mag ik de volgende dia of PowerPoint? Dus, ik zei het al, begin eigenlijk is met te bedenken voor wie je
nu gaat monitoren en evalueren. En wat die persoon, organisatie ermee wil. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat als je dat niet goed voor ogen hebt, dan heb je straks informatie die niet gebruikt wordt of die zijn doel voorbij staan. We zien vaak dat de beleidsmedewerkers denken van, nou, ik moet dit programma evalueren, maar nog nooit met de wethouder gepraat hebben van, wat wil je nou eigenlijk weten? Wat is belangrijk voor jou? En dan zeggen we altijd, ga daar eens over in gesprek. Ga erover in gesprek met je, bijvoorbeeld je opdrachtgever, ga erover in gesprek ook, liefst met je partners. Dus voor wie is het? Nou, je kunt dus denken aan je coalitiepartners, voor Kansrijke Start, heel belangrijk. Een wethouder misschien. Misschien is het een directeur van een bepaalde dienst. Sommigen zeggen, ja, inwoner is mijn doelgroep. Maar benoem voor jezelf voor wie je het eigenlijk doet. Mag ik straks in de ronde dat jullie met elkaar in gesprek gaan, vraag ik je om dat ook daarover na te denken en dat te delen met elkaar. De tweede stap is dan, waartoe doe je het? Nou, dit is een hele volle PowerPoint, maar de essentie is dat verschillende doelgroepen, dus jouw verschillende gebruikers, die hebben verschillende type vragen vaak. En je ziet de favoriete combinaties. En er zijn combinaties op niveau van het waartoe. Verschillende smaken van monitoren en evalueren. En ik heb hier in de linker kolom 4 smaken staan. Het gaat over verantwoorden, het gaat over leren, hebben we het net al over gehad. Vergelijken en enthousiasmeren, wordt vaak ook vergeten. Bij iedere smaak zitten typische vragen. Dus daarom is het ook zo belangrijk, typische monitor- en evaluatievragen. Daarom is het ook zo belangrijk om je een beeld te vormen van voor wie doe ik het, maar ook wat voor een smaak is erin geïnteresseerd. Dus het belangrijk is om te verantwoorden, dan gaat het verantwoorden vaak over de vraag of beleidsdoelen gehaald zijn. Helemaal rechter kolom heb ik voorbeelden gegeven van het type vragen en het type informatie dat iemand dan kan zoeken. Zijn de samenwerkingsafspraken gerealiseerd? Ik heb al langs zien komen daarnet van verschillende mensen. Wij zijn geïnteresseerd in de samenwerking, we willen de samenwerking volgen. Zijn de juiste procedures gevolgd? Als het gaat om leren, dan is de vraag bijvoorbeeld, wie hebben we bereikt? Maar ook wie hebben we niet bereikt? En waarom hebben we ze niet bereikt? Hoe is de aanpak verlopen? Dat zijn eigenlijk verdiepende vragen. En bij die verdiepende vragen hoort een iets andere soort van aanpak, van monitoren, dan bij verantwoording. Nou, vergelijk sla ik even over. Dat zit vaak in alle andere doelen verborgen. Enthousiasmeren wil ik nog even stil bij staan. Want bij enthousiasmeren dan gaat het een wethouder bijvoorbeeld, opdrachtgever. Die wil misschien data hebben, maar die wil ook verhalen horen. En verhalen van goede praktijken of van tevreden cliënten. Of van financiële baat. Dus dat is weer een aparte smaak. Als je dat wil, moet je zorgen dat je dat soort informatie hebt. Mag ik misschien nog in de middelste kolom heb ik dus gezegd van welke combinatie zie je nou veel? Dus verantwoorden, dat is vaak gekoppeld aan een wethouder of een financier. Leren, dat gebeurt vaak, daarin zijn coalitiepartners vaak geïnteresseerd. Programmamanagers, projectleiders, misschien collega-uitvoerders. Enthousiasmeren, ook een wethouder, maar ook de coalitiepartners kunnen daarin geïnteresseerd zijn. Jullie gaan straks met dit als achtergrond met elkaar in gesprek. Mag ik de volgende... wat ook belangrijk is, wat je ook goed op je netvlies moet hebben, is hoe belangrijk is monitoren en evalueren eigenlijk? Dat hangt samen met belangen, eventuele gevoeligheden, urgentie, geld en capaciteit. Eigenlijk moet je dit van tevoren al, of aan het begin van een programma, al een beetje in beeld hebben. Want als iets heel gevoelig ligt of heel urgent en heel urgent is, heel belangrijk wordt gevonden, dan moet je heel goed evalueren en monitoren. En dan moet je ook het geld daarvoor reserveren.
En in een ander geval kan het zijn dat je met een klein beetje geld en een klein beetje budget toch wel heel erg leuke dingen kan doen. Maar dan moet je wel scherpe keuzes maken en schrappen. En dan kun je ook of bijvoorbeeld bestaande data gebruiken, net als kanttekening, wat ik net zei, net dan wel op de zeggingskracht. Of je moet heel goed, heel slim omgaan met wie je inzet om de data op te halen. Misschien zijn dat je partners, kunnen die wat doen. Misschien kun je studenten of getrainde deelnemers inschakelen. Dus het is wel in ieder geval belangrijk om randvoorwaarden voor M&A monitor goed in beeld te hebben. Misschien nog één klein voorbeeld. Ik ben een keer in Groesbeek geweest. Het was een groot programma rondom de nota volksgezondheid. De ambtenaar die dacht van ik moet het monitoren en evalueren. Toen vroegen wij van nou en hoe belangrijk is het? Eigenlijk was het nauwelijks omstreden. Vond iedereen dat het wel goed liep. Dus zo'n zware evaluatie hoefde er helemaal niet op. Er was wel een nieuw programma rond roken en een experiment. En toen heeft betrokken adviseur gezegd, oké, dan ga ik mijn wethouder voorstellen dat we een lichte algemene evaluatie doen. Maar op dit experiment echt gaan kijken van werkt het of werkt het niet. Mag ik de volgende? Ja? Nou, dit is eigenlijk tot nu toe wat ik heb gedaan. En wat ik zei, dat is een beetje een intuïtieve manier van kijken naar monitoren en evalueren. Je verplaatst je in het hoofd van degene van jouw partners of van jouw afnemers van monitorinformatie. En kijkt met en of vraagt hen van waarin ben jij nu eigenlijk geïnteresseerd. En dan heb je al een richting. En heb je al een gevoel voor wat voor soort informatie je wil hebben. Maar als je het meer wetenschappelijk wil doen, meer gedegen wil worden, dan ga je ook kijken van hoe is mijn programma nu precies? En naar wat voor data en indicatoren kan ik dan kijken? Misschien nog één ding. Het is dus uiteindelijk, dat heb ik ook gehoord in de introducties, je bent altijd bezig met een puzzel. Dus die vragen die ik je meegeef over de randvoorwaarden, maar ook over voor wie doe je het en waartoe doen, moet je die gegevens verzamelen. Dat zijn allemaal stukjes van de puzzel en die moet je straks in elkaar leggen. Dus het blijft een puzzel, maar het gaat erom van hoe kom je uit die puzzel. En dan zijn dit, wat ik tot nu toe heb meegegeven, zijn wel belangrijke vragen die je in ieder geval moet beantwoorden vooraf. Mag ik naar de volgende dia? Als je zegt van ik moet echt kijken wat er in mijn programma gebeurt, dan zullen experts en monitoren en evalueren dat verbinden en kijken naar de logische keten van het programma. En logische keten, dat is zoiets als een recept. Er zitten een aantal stappen in waarmee je beschrijft van wat doe ik en hoe is het programma opgebouwd. En het is een recept. De stappen van de logische keten zijn wat je erin stopt, welke activiteiten je doet, wat het directe resultaat is, de output, wat het indirecte resultaat is, de outcome en het uiteindelijke effect. En ik heb hier het voorbeeld genomen van een verjaardagstractatie, cake die je maakt voor de kinderverjaardag bijvoorbeeld. En dan is de input de eieren, de suiker, bakmeel. De activiteiten is het recept van verwarm de oven, klop de boter enzovoorts. Het directe resultaat is de cake die je hebt gebakken of de taart die je hebt. De outcome, dat is dan een stapje abstracter. Dat is dan dat je een verjaardagstractatie hebt. En het uiteindelijke doel, of impact in technische termen, dat is dan dat je een feestje hebt gehad en dat de getrakteerden hebben genoten. En dat er een feestelijk gevoel is ontstaan. Nou, zo'n keten kun je eigenlijk ook voor jouw programma maken. Mag ik de volgende keten? Eén tussenstap. Hè? Als je dit schema kun je gebruiken. Er zijn een aantal vaste doelen als het gaat over beleid. En bijvoorbeeld doelmatigheid van bedrijfsvoering. Dan betekent dat je bepaalde geïnteresseerd bent in bepaalde onderdelen van de keten. Hoef je verder niet zo heel veel over na te denken. Maar dan, dit geeft een beeld van heel veel voorkomende vragen over doelmatigheid van bedrijfsleven, doelmatigheid, kosteneffectiviteit of doeltreffendheid, verband tussen de directe resultaten, output aan de rechterkant beneden
een outcome, dus wat je teweeg brengt, of wat het resultaat is bij de deelnemers. Maar dit is voor degene die even terug wil kijken, dus, ik ga naar de volgende om iets te laten zien van een logische keten, zoals je eruit zou kunnen zien voor kansrijke start, lokaal. Nou, dat is de input, dus wat je erin stopt, en de tijd en middelen van het Rijk en van de coalitiepartners. Activiteiten, die kunnen verschillend zijn per gemeente. En ik heb hier een aantal, bijvoorbeeld het samenwerken met de partners en zorgpaden ontwikkelen, training van verloskundigen, moeder-kindhuizen oprichten. Dat is allemaal specifiek, denk ik, het verschil per gemeente. De output, het directe resultaat, bijvoorbeeld een coalitie met afspraken en zorgpaden. Het is een aantal huisbezoeken. Het is een aanbod van voorzorg. Het zijn misschien getrainde deskundigen. Dus in principe kun je dus voor jouw programma kijken wat is het nou precies wat hier dan het directe resultaat is. En ook wat voor een outcome, wat voor een effect bij de, jouw doelgroep bereik je. Bijvoorbeeld minder tienerzwangerschappen, minder kwetsbare zwangeren, minder vrouwen die roken, groter sociaal netwerk. En uiteindelijk kom je bij impact en die moet een relatie hebben met de lokale doelen van kansrijke start. Nou, deze keten die kun je ook verbinden weer met die vragen die we in het begin hebben gesteld. Als je het dus meer technisch doet. Als ik zeg van, nou weet je, mijn coalitiepartners en ik zijn geïnteresseerd in leren. En dan zou ik kunnen kijken van, ja, maar leren, waarover wil ik dan leren? En waar zit dat hem dat in de keten? Is dat bijvoorbeeld over outcome? Of is dat over bereik? Of van wie de deelnemer en wie niet? Is dat over of mensen er zelf beter van geworden zijn? Dus de antwoorden op de eerste vragen, die kun je verbinden aan deze keten. En dan helemaal specifiek maken voor jouw programma. Mag ik de volgende? Ja, dus dit voor, als het gaat bijvoorbeeld over outcome, dan zou je dus kunnen kijken in termen van, ik zeg, ik wil het weten. Zijn er inderdaad minder tienerzwangerschappen? Zijn er inderdaad minder kwetsbare zwangeren in armoede? Dat zou je dan, daar zou je dan indicatoren voor kunnen doen. Hebben mensen inderdaad een groter netwerk gekregen? Dat zijn de vragen nu. En dan nog moet je keuzes maken en nog bekijken hoe meet je dat precies. Maar het geeft wel weer richting aan wat je gaat volgen en monitoren. En het blijft altijd, dat is nou eenmaal niet anders. Het is altijd een kwestie van kiezen en vaak schrappen, omdat je niet alles kunt doen. Even kijken, gaan we naar de volgende. We zijn er volgens mij. Ja. Ik denk dat ik er ben. Misschien dat we even nog... we hebben nog, als het goed is, 5 minuten voor vragen. Ik geloof inderdaad 5 minuten. Zijn er nu al vragen die je misschien in de chat kunt doen? En ja. Dan ga ik straks deze opdracht nog eventjes introduceren. Ja, hartstikke fijn. Zou de presentatie heel even weg kunnen? Ja. Dan kunnen we iedereen weer zien. Nou, er kwam wel een opmerking van David van Kerkhof, van Radelijn, in de chat. Verantwoorden kan je doen op procesniveau, maar in een complex systeem als de geboortezorg is het mijns inziens heel lastig aan te tonen dat de resultaten komen door jouw interventies, zoals al eerder genoemd. En dat is natuurlijk het spanningsveld waar je dan mee te maken hebt, bijvoorbeeld corona, die impact heeft. Misschien wil David er zelf iets over zeggen in relatie tot de presentatie, maar misschien kun jij er ook iets over zeggen. Ja, wat het lastig is, als ik het even technisch doe, dan zeg je hoe verder op in de keten je gaat, je gegevens wil verzamelen, hoe lastiger het is een relatie aan te tonen, hè, hoe losser de relatie is met het begin, wat je doet. Dat is altijd zo. En zeker in zo'n complex systeem als geboortezorg, het lijkt, dan is het gewoon lastig. En daarom is het extra belangrijk om als je data verzamelt, vooraf al een beetje na te denken over, is het toch wel een logische indicator om dat te doen? En tegelijk altijd, ik zou eigenlijk aanbevelen, altijd met een aantal betrokkenen te gaan samen die data te duiden. En als het kan ook met inwoners, of een vertegenwoordiger, en je doelgroep erbij te halen. Ja. Want zij weten hoe de praktijk werkt en zij weten, komt het nou door corona, of het komt waarschijnlijk door corona.
Kan in ieder geval ook al een hypothese zijn. Maar ze weten veel meer wat het verhaal achter de data. Ja. Ja. Dus dan hoor ik je ook zeggen dat het ook heel goed is om na te denken over wie moet er straks iets met de data. En moet dat kunnen we dat doen op het niveau van, verderop in de keten, op het niveau van impact in de gemeente of in de wijk. Kunnen we ook verstaan op het niveau van outcome of output. Duiden. Ja. En wat je ziet is, er is een hele tijd geweest dat we monitoren en evalueren. Keken we, en dat komt ook door de manier van opdracht geven en subsidie geven. Je wordt betaald naar het aantal adviesgesprekken die je geeft. Het aantal iets wat je dat aan het verschuiven. Al een tijd lang aan het verschuiven. Terecht, want het gaat uiteindelijk niet of je nou die adviesgesprekken hebt gegeven en of bijeenkomsten hebt georganiseerd. Wat dan ook, maar het gaat erover, zijn de mensen geholpen? Dus het verschuift al meer naar de outcome, naar het effect bij de mensen. Maar het lastige is dan dat er veel meer dat de relatie met wat je doet misschien los is. Dus dat is zo. Kijk, wat altijd helpt als je zegt van ik weet niet of het komt door mijn interventie of niet. Wat altijd goed is om te doen, is te kijken van wat is er nou. Wat zien wij nou dat er als je bespreekt met anderen van wat er achter het verhaal zit. Wat zijn er dingen, je af te vragen met elkaar, zijn er dingen gebeurd, ontwikkelingen geweest de afgelopen tijd die van invloed kunnen zijn geweest op de uitkomsten? Ja, is er corona geweest? Is er slecht weer geweest? Zullen we die nagaan? Ja, noem maar op. Hey, Lydia, ik zie dat David zelf nog een hand omhoog steekt. David, wil je misschien nog reageren? Ja, nee, ik herken inderdaad dat het heel lastig is om die gevolgtrekking te bewijzen eigenlijk. Hè. En daarom, als Radelijn doen we dit soort dingen ook in ouderenzorg en GGZ-zorg en geboortezorg, wat dat voor mij nieuw. Maar ik denk ongeveer hetzelfde complexe omgeving. En waar wij er telkens op uitkomen is dat die verantwoordingslinkjes heel slecht te maken. Dus je kan het proces eigenlijk, kan je zeggen, we hebben zoveel gesprekken gevoerd, we hebben dit, we hebben dat gedaan. Maar verder, dan tel je allemaal gegevens. Dus bijvoorbeeld bij ouderen gaat het om hoe vaak komen ze nog in het ziekenhuis, of hoe vaak komen ze nog bij de huisartsenpost. In de geboortezorg is het dan dus laag geboortegewicht of vroeg geboortes. Maar je kunt eigenlijk niet bewijzen dat je dat hebt gedaan. Nee. Maar volgens mij wat je wel kan doen, is dat verantwoorden van wij hebben dit project gedaan en daarom is dit beter geworden, die is lastig. Dus daarom vind ik eigenlijk verantwoorden op plek 2 staan en samen leren met elkaar, volgens mij het hoofddoel van zo'n monitoring en evaluatie. Ja. Maar dat heeft ook wel wat implicaties voor welke data je ophaalt. Dus wat wij vaak doen is die outcome indicatoren ter inspiratie ophalen. En zo van ja, we willen het bijhouden en we hopen dat het naar beneden gaat en we insinueren dat het komt door ons. Maar verder gaat het om de projectgroep, dat die een beter project aan het draaien is. Ja, ik ben het met je eens. Wij zijn gezond in en ook kansrijke starten heel erg op het leren, omdat we denken dat in dit soort complexe situaties, programma's, dat je alleen maar verder komt als je tussentijds leert en dat je project al lerend ontwikkelt en verbetert. Maar je moet daarin dan wel je opdrachtgever zien mee te nemen. Ja, dat is. Dus verantwoorden is. Hoe heet het? Dat mag je niet uit de ogen verliezen. Nee, ik zie dat Jan Roorde ook nog een. Even iets wil zeggen. Maar Lydia, maak er nog even je zin af? Nee, laat Jan maar antwoord. Okay. Alleen nog maar een kleine toevoeging. Ja. Jan, kan ik jou nog aan het woord laten? Ja, misschien. Ja, ik ben programmamanager bij GGD IJsseland en ook van huis uit epidemioloog. Wat denk ik goed is om ook even te zeggen, is het is natuurlijk geen wetenschappelijk experiment, hè, wat je aan het doen bent. Nee. Dus je hoeft er ook niet te bewijzen. En in die zin is het veel verstandiger om aan de voorkant voor jezelf, als het ware die evidence in de opzet van je programma, duidelijk te maken, hè, van welke relaties ga ik uit. En die kun je natuurlijk in je programma wel gaan toetsen. Komen de veronderstellingen die ik heb van hoe het gaat werken, komen die ook daadwerkelijk, zie ik die terug in mijn programma. Dus dat heeft als toevoeging. Ja, een mooie toevoeging, Jan.
Ja. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Welke veronderstelde relaties zijn al soort van aangetoond, onderbouwd, et cetera? En ja. Hoe kan ik die toetsen? Ja, ja. En het liefst dan ook met je partners daarin meenemen. Wat willen we dan? Van welke dingen zijn we vrij zeker? Zeker als je weinig geld hebt. Hè? Waar willen we dan echt over leren? Wat is voor ons het belangrijkste om over te leren? Ja, je kunt zoveel kranten op en zo. Je kunt je helemaal verliezen in monitoren en evalueren. Maar ja, je moet dan ook de middelen en de geld hebben. Lydia, we moeten zo ongeveer afsluiten nu. Ik zou nog één toevoeging willen doen. Want je hebt natuurlijk ook de relatie gelegd met het doelen stellen. Wat wij ook vanuit het programma Gezond In en vanuit het programma Kansrijke Start ook ondersteunen, is dat je ook zelf, als je met een coalitie of met partners aan de slag bent, met een aanpak in een dat ook samen doelen gezamenlijk stelt. En daar hebben we ook een proces voor ingericht en we hebben daar ook ondersteuning voor ingericht. Doelen sessies, maar ook een handreiking doelen stellen. Hoe je dat technisch gezien kunt doen, maar hoe je dat ook met elkaar kunt doen. Dus die gezamenlijkheid daarin kunt brengen, ook om die betrokkenheid van elkaar als partners zo optimaal mogelijk te maken en een goed gesprek te hebben over inderdaad monitoring evaluatie, dus het volgen van de doelen. Dus dat zou ik nog willen toevoegen. Ja, we hebben aan het eind van zullen we nog even laten zien, nog die precies. Publicatie voor jullie die laten we zien met de links. En we hebben een aantal inspirerende voorbeelden van monitoren en evalueren, verhalen daarover gemaakt. Daar sturen jullie de links ook van. Laten we die ook zien. Ja, precies. Ik wil voorstellen om nu nog even de sheet van breakout rooms te laten zien. Want we gaan jullie delen in breakout rooms in ongeveer groep van 7. Lydia, jij dan nog even de inhoudelijke vraag toelichten? Ja, we staan hier in de sheet. Jullie hebben ongeveer 30 minuten straks. Mocht je nog even een kopje koffie willen halen, dan moet je dat nu doen. Maar we gaan wel meteen beginnen. Maar dan kun je even weg. In principe gaan we door. Een kort voorstelrondje en misschien even aan de hand van de monitoren evalueren. Kijk wie de gespreksleider is. We zitten vanuit de organisatie in verschillende groepjes, maar het kan zijn dat je bij jouw groepje niemand zit, dan moet je zelf iemand aanwijzen. Hou je voorstelrondje kort en neem dan een minuut even om na te denken voor je eigen situatie. Wie is jouw belangrijkste afnemer van monitoren evaluatiegegevens? Wat zijn je top 2 klanten en waarin zijn die geïnteresseerd? Dus het gaat over het waartoe en misschien waarover gaat het dan. En aan het eind heb je nog dingen. Dus hou een beetje de tijd in de gaten. Deel je inzichten, neem daar ongeveer 10 minuten voor. Dan heb je 10 minuten ongeveer voor het tweede deel. Ja, dankjewel. Dus we gaan jullie nu indelen in de breakout rooms en wij verdelen ons ook erover. Ik weet niet hoe het in jullie groepje was, maar bij ons, ondanks alle aankondigen, is dat dan toch vrij abrupt. We hebben nog een aantal minuten voordat we dit webinar afronden. En het lijkt ons leuk om even kort een eye-openers te horen die in jullie groepje aan de orde zijn geweest. Wil iemand delen wat je eye-opener was uit de breakout-sessie? Even kijken. En anders mag je het ook in de chat delen, zoals Anneke al aangaf. Misschien, Anneke, wil jij anders even toelichten wat in jouw groepje aan de orde komt? Ja, zeker. We hadden een ontzettend interessante discussie, want de ene kwam met de opmerking van hey, wij hebben een plan gemaakt en we hebben aangegeven wat we gaan doen, et cetera, met ons college. Maar we hebben eigenlijk nog helemaal niet met de gemeente gesproken over monitoring. Dan moeten we toch maar eens even goed met elkaar gaan zitten van waarom doen we het, voor wie. Maar ook gaan we vooral leren of gaan we ook verantwoorden. Dus dat was al interessant, maar we kwamen ook op de discussie van bijvoorbeeld in de gemeente Zutphen, er was een instelling verhuisd en was het aantal tienermoeders in één keer heel erg gezakt. Maar als je niet had geweten dat die instelling naar een andere gemeente was verhuisd, was je misschien onterecht, had je een verkeerde duiding gemaakt. En had je gezegd,
kansrijke start, perfect. Ja, top. Dus hoe belangrijk is het om ook die duiding goed te doen? En wat zij daarop aanvulde is dat ze ook durfde zeg maar, af te wijken van wat de cijfers vertellen, dus in dat geval. En ook met de partner samen juist het gesprek te voeren van wat zien jullie nou? En wat is er nodig? Maar ook vanuit de deskundigen, maar de mensen waar het om gaat, ook dat gesprek voeren van wat hebben jullie nou nodig? En hoe kunnen we de ondersteuning op elkaar aan laten sluiten? Dus dat was al mooi, dat het ook dat gesprek gaat met de mensen waar het om gaat. En als laatste werd ook nog benoemd dat het ook überhaupt, dat misschien wel het belangrijkste is. Dat je dat met elkaar vaststelt, wat je gaat volgen en hoe je dat gaat doen. Ja. Mooi, dankjewel. En misschien is er nog iemand uit mijn groepje, vergeet ik nog iets heel belangrijks hoor, die je erop aan wil vullen. Anja Ton deelt al in de chat, hè, niet zozeer uit onze breakout sessie, maar ook vooral gebruik ervaringsverhalen van de doelgroep voor leren en enthousiasmeren van coalitiepartners en gemeenten. Nou, dat kwam, hè, Anja zat in de, bij mij in het breakout groepje, dus daar hebben we het over gehad. En wat in ons groepje ook aan de orde kwam, was toch ook wel de beschikbaarheid van data. En als het niet beschikbaar is, dat je dan ook komt bij hoeveel tijd, ruimte en middelen heb je om wel bepaalde data te gaan verzamelen. Dus dat, daar hebben wij het onder andere over gehad. Lydia, nou, bij jouw groepje nog eye-openers? Nou, dat... mensen van de gemeente, Danielle en René, vooral zeiden van, nou, onze doelgroep is, toch een belangrijke doelgroep is de wethouder voor verantwoorden. En toen we doorpraten, zeggen we, ja, dat leren is wel ook heel, heel belangrijk. Dus er werd gezegd van, ja, het is dus belangrijk om je wethouder ook mee te nemen in dat leren belangrijk is. En ook om aan verwachtingenmanagement te doen. Niet dat hij hele torenhoge, zij of hij hele torenhoge verwachtingen heeft over wat dit programma gaat opleveren. Maar als het ware met ons meekijkt en met ons leert. En wel realistische verwachtingen heeft. Dankjewel. Collega Wendy van Helder. Die was ook een groepje. Wendy, in jouw groepje nog een eye-opener. Nou, vooral de combinatie tussen dus dat wat er in de praktijk aan ervaringen is. Dus wat het oplevert voor de doelgroep in combinatie met toch wel ook wat levert het op doelmatig en qua financieel, zeg maar, kostenbaten. Dat die combinatie wel heel belangrijk is, ook voor een raad. Want die worden ook geënthousiasmeerd door ervaringsverhalen en hoe bewoners daarmee geholpen zijn. Mooi, dankjewel. Ik weet niet of er in de chat nog... Ik zie Rimi van Dijk heeft een reactie in de chat gezet. Monitoring, ik spreek liever van leren en verbeteren, is een combinatie van tellen en vertellen. Mooi, dat hoorden we net ook in een aantal groepjes al terug. We hebben nog een paar minuten. Wellicht is er nog een brandende vraag van iemand die nog niet aan de orde is geweest. Dan is daar nu ook nog gelegenheid voor. Nee? Ja, anders kunnen we misschien nog even de laatste sheets laten zien met publicaties en verhalen van anderen. Waar mensen inspiratie kunnen opdoen. Ja. Het zijn drie publicaties die misschien van belang zijn. Meest rechts handreiking doelen stellen. Anneke had het daar al over. Van hoe formuleer je nou het liefst met je partners de doelen van het programma? En hoe maak je ze smart, dus dan ook meetbaar en volgbaar? Middelste werk maken van monitoren en evalueren. Dat is een documentje waarin verschillende
methoden staan van monitoren die gekoppeld zijn aan de smaken die we van monitoren, die we net hadden. Het zijn methoden die je kunt volgen met wat, als je niet zoveel geld hebt of tijd hebt. Dus is daarop geselecteerd. En de meest linker, dat is, was de basis voor vandaag, de handreiking vizier. Met heel veel informatie er nog bij voor iemand die wil verder lezen daarover. En we delen alle links naar deze publicaties. Ze zijn allemaal online te vinden ook. Ja, sowieso zag ik in de mail ook al vragen over een dashboard wat in een gemeente wordt ontwikkeld. En de vraag om dat te delen. De vraag om de presentatie te delen en de links naar deze handreikingen. Dus die zullen we ook samen met de opnames van dit webinar aan jullie sturen. Misschien kunnen we de laatste die je nog even laten zien. Want daar zijn er ook verhalen van, ook nog over, van verschillende voorbeelden, praktijkverhalen. En heel kort achter met links. En kort achter waar het over dat voorbeeld specifiek op inspeelt. Ja. Ja, de, volgens mij zit achter de steden, de namen van de steden, de link, denk ik, hè? De link zit in de presentatie. Ja. Voor degene die ook geïnteresseerd zijn in financiële opbrengsten, van de beweegmakelaar bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld 8 ook wel interessant. Hoe ze dat dan hebben gedaan met elkaar, heel, heel laagdrempelig, heel klein, hebben ze dat opgepakt. Oké, nou, helemaal goed. Dan zijn we perfect op tijd aan het einde gekomen van dit webinar. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid en actieve bijdrage. En veel succes met de voortgang of het opstarten van jullie M&A-aanpak. Ja, en ik wilde ook noemen, als er vragen zijn of als mensen ook bijvoorbeeld een uur willen sparren met ons vanuit het programma Kansrijke Start, vanuit het programma Gezond In, of überhaupt, je hebt een vraag, daar staan we altijd open voor. Dus neem even contact op met ons. Onze mailadres staan ook in de presentaties. Dan kunnen we daarmee aan de slag om jullie verder op weg te helpen.